koningin in de IKEA. Het gebeurde vandaag in Utrecht. Maxima was daar. En niet om een boekenkast te kopen, om zelf in het paleis in elkaar te schroeven en vervolgens te blijven zitten met 6 schroeven die ze nodig had. Nee, ze was daar voor de lancering van een nieuw platform. Dat is opgericht om mensen met een vluchtelingenachtergrond aan een baan te helpen. Ja, heel lief mens is, ja, heel gewoon, ja. Majesteit, welkom. Fijn dat u er bent. Beste mensen, beste majesteit, het is nogal wat om in een vreemd land niet alleen je draai, maar ook werk te moeten vinden. Majesteit, u bent naar Nederland verhuisd voor de liefde. Dus u had het netwerk toen u hier aankwam. Maar ik neem aan dat het ook voor u niet altijd even makkelijk is geweest. Maxima vervult vandaag een belangrijke rol. Met een druk op de knop lanceert zij de website van Refugee Work. Ja. 3, 2, 1... Ja. Eindelijk een auto waar die kasten wel in kunnen. Dat is toch erg. Nou, ik kan wel zien dat jij een paar zo'n bouwpakket mee moet nemen. Want die past er echt ook nog niet in, hoor. Ja, die klep open laten. Waarom, ja, jij vroeg waarom in de IKEA? Ja, hele goede vraag, inderdaad. De combinatie vind ik bijzonder. Ja, nou, de IKEA, het is een initiatief, dit banenplatform van Vluchtelingenwerk Nederland. En IKEA is nou één van die werkgevers die heel veel vluchtelingen in dienst nemen. En die ze ook werkervaring laten opdoen. Dus zij waren bij uitstek, was dat een hele goede locatie natuurlijk. Om juist ook om andere werkgevers te motiveren om zich ook aan te melden op dat banenplatform. Zodat vluchtelingen die daar gaan scrollen en ja, vragen gaan beantwoorden, dat die ook dus werkelijk ook aan een baan kunnen komen. Ja. Ze hadden wel alles uit de kast getrokken, want het was in de kantine van de IKEA. Nou, die hebben ze nog helemaal geverfd voor de komst van de koningin. Helaas niet alle medewerkers die hadden geholpen bij het verven mochten ook aanwezig zijn vandaag. Oh nee. Die baalden een beetje. Ja, ze stonden wel die typische IKEA's natuurlijk wel. Zweedse gehaktballetjes hadden ze allemaal voor de neergezet. Maar die heeft ze toch beleefd afgeslagen. Het is het overigens niet de eerste keer. Het was niet voor haar, oh, is dit nou de IKEA? Nee, normaal hup, langs. Een keer hebben we ze gespot, na Koninginnedag toen nog. Toen ze nog prins en prinses waren, zijn ze met de 3 prinsesjes ook nog, hun 3 dochters. Zijn ze na afloop van Koninginnedag, zijn ze iets leuks gaan doen naar de IKEA. Dus zo wonen de gewone mensen. Ja, zo, nee, dit kopen de gewone mensen. Nee, ik denk daadwerkelijk. Ik heb gehoord dat ze ook al wat een en ander gekocht hadden. Dus ik denk dat ook de kinderkamers gewoon ook met wel wat IKEA-meubelen toen de tijd. Ja, wie maar weet. Iedereen is Koninginnedag aan het vieren, dus het is daar stil vandaag. Was toch, ja, ik denk het. Maar gewoon gelijk daar naartoe gaan. En ongetwijfeld ook wel wat van die gehaktballetjes weggewerkt. Ja. Maar dat vond ik wel heel geestig. Ik denk, hè, van alles wat je kunt doen, even naar de IKEA. Maar niets gewoons is hen vreemd. En dat is, er zijn trouwens niet de enige royals. Want Beatrix is ook wel eens naar de IKEA geweest. Alleen met dat verschil, dan gaat ze naar sluitingstijd. Dan komt ze met de hofdame, met beveiligingsmensen. En toen werd wat ze kocht, hè, toen was ze lekker aan het neuzen zo tussen de potjes en de pannetjes. Maar wat ze gekocht is daarna gewoon keurig bij het paleis afgeleverd. 100.000 vaccinen. En we weten ook, ja, ik ga gewoon nog even door, dat William en Kate, die vertelden laatst ook dat de kinderkamers ook gevuld staan met IKEA-spullen. Dus Okay. Allemaal. Hey, en waarom, want ik neem aan dat ze zelf kiest, waarom zou Maxima juist dit initiatief ondersteunen? Ja, sowieso zet ze zich altijd ook de koning in voor vluchtelingen. Dat hebben we natuurlijk ook gezien vorige week in Griekenland. Toen ze ook heel erg geëmotioneerd werd bij de vluchtelingen die daar een concert opvoerden. Die jonge meisjes en jongens, nog minderjarigen. En ze hebben ook zelf vluchtelingen, Oekraïense vluchtelingen opgenomen op het Oude Loo in Apeldoorn. Daar zijn ze al verschillende keren gaan kijken hoe het met ze gaat. Daar zijn dan verder geen camera's bij. Dat is natuurlijk ook niet zo chic. Dus ze dragen dat onderwerp een warm hart toe. En op het moment dat zij daar komt, is er veel aandacht voor. En ze hopen op die manier ook veel vluchtelingen op die manier te bewegen. Ga eens kijken op die site. En ook natuurlijk die werkgevers aan te trekken.